Jongens, hallo! Hey, hallo en welkom. Vandaag jongens, vandaag is een hele bijzondere dag. Er is namelijk een nieuwe Minecraft-serie met 10 YouTubers. En het is hele goede content. Horen jullie mij goed? Oké, jullie moeten me vertrouwen. Het is gewoon goede content. Wat is deze serie? Ik hoor je het al vragen. Nou, we zijn hier met 10 verschillende YouTubers in één grote wereld. En er zijn ook 2 niet-YouTubers, maar die zijn ook welkom. En samen is het de bedoeling dat we zo lang mogelijk survivalen. En zoveel mogelijk originele content voor jullie klaarzetten. Want de naam is dan ook Content Veen. Heel origineel. Komen allemaal van Roeveen. Maar dan nu in Minecraft dus. Content Veen. Voor de servers wil ik een hele grote shout-out doen naar Kaas Hosting. Wil jij nou ook graag je eigen server waar je met je vrienden op kan spelen? Ga dan zeker even naar Kaas Hosting en check wat voor pakketten er zijn. De servers daar zijn echt helemaal top. Bedankt Kaas Hosting. En voor de rest veel kijkplezier. Oh ja, abonneer trouwens eventjes. Deze grote rode knop. Prachtig. En omdat het een nieuwe serie is, vraag ik aan jullie 2000 likes. 2000! Doei! Oké, we gaan het heel veel testen ook. Waar ga je heen? Sander! Hallo, horen jullie mij nog? Ja, nog wel. Ja. Hey Sander! Sander! Oh, ik heb wel veel oren, maat. Jullie zullen mij... Wat ben je aan het doen? Ik heet die Wum. Stop, Koning Wum. Oké. Wie is dat? Verdomme jongen, weg met jou. Ga jij maar van survivalen. Oké. Creeper! Oké, jongens, succes. Hey, gaan we gewoon beginnen nu? Ja, begin maar. Ik mis Wim. Hey Wim! Oh, wacht, het is een koe. Wim, dit is Wim. Gast, jij klinkt echt als een aardappel. Jij klinkt echt als een aardappel. Hey, hoor dat? Kingdom Loser YouTuber. We zijn geen Kingdoms, jongen. We zijn geen Kingdoms. Hé, niet ons achterna lopen. Ga weg. Ja, Rick, ga maar in je eentje twijfelen. Rick, wij moeten even praten. Ja, kom, Kingdom Friesland, we hebben even nog... Hoezo? Stop eens met Kingdom! Ik wil helemaal niet bij Kingdom. Walnut, ga weg! Nee, jij gaat ook weg. Nee, maar ik wil niet met Ema worst alleen zijn. Ja, maar ik ben nog een noob. Help. Kijk Justin ook echt zijn eentje daar staan. Ja, maar help. Justin, wat doe je? We zijn al begonnen, joh. Ja, wacht, ik ben even iets aan het regelen. Oh. Hey. Geen oude mannen slaan, wat ben jij? Maar goed, kunnen we even spoedoverleg? Ja, Lorenzo en Rick. Hoezo is Rick bij jullie? Wat doet Rick bij jullie? Waarom ben ik niks? Jongens, we moeten knipperen. We gaan knipperen. Plaatselijk. Helemaal weg. Hij is alles aan het nakken. Nee, jij bent gewoon alles aan het pakken wat je kan pakken. Hier, ik heb je suiker niet opgepakt. Nee! Wat? Dit is letterlijk mijn suiker. Dat is mijn suiker. Nee! Nee, Rick! Oké, Rick, goed zo. Voor Kingdom Friesland. Voor Kingdom Friesland. Ik ben hem kwijt. Waarom kunnen geen 3 mensen even stilstaan bij elkaar in Minecraft? Ik ga survivalen, jongens. We moeten verder. We moeten ergens anders naartoe. Ja, maar laat ik überhaupt trekken. Maar ik denk dat het beter is om het officieel geheim te houden. Dus dat jij onofficieel samenwerkt met ons. Ik ben een soort super spy. Ja, precies. Ja! Pas op, stil. Wij zullen redelijk... Die opa's. Ik snap het. We gaan nou wel even deze kant. We lopen door. Hallo, en iemand houdt voor een boot. Hey. Hey. Let's go. Ik wil een boot. Ik wil ook een boot, maar dat gaan we niet vinden. Ja, waar wil je hier een boot vinden? Kijk, daar heb je normaal land. Nee, ik gebruik je tot ik je niet meer nodig heb en dan kan ik je ditchen. Oh zo. Ik heb een rots gevonden. Nee, dat is 1.17. Nee, dit is 1.17. Ik ga deze baggertocht proberen te overleven. Ik ga met je mee, want er komen zombies en spinnen aan. Ah, oké, eruit. Wij houdt met de D. Nee, waarom gaan we om hierheen? Ja, weet ik veel. Waar moeten we dan heen? Ik weet nog niet waar we heen moeten. We zijn nu in de woestijn aangekomen. Oh nee, spinnen. Kijk, ik ben met Justin op pad en ik heb hem nu alleen gelaten. Ik ga zelf even snel door en even kijken of ik ergens iets goeds kan vinden. Want het is alleen maar kutzooi hier. Het is gewoon biome. Als in, het is mesa, weet ik voor die tijd, ijs. En die andere, en we hebben nog geen hout kunnen vinden. Ik denk dat ik de verkeerde kant op ben gegaan. Ik moet wederom gaan zwemmen. Volgens mij is daar een normale woestijn of zo. Wat is het? Lijkt wel sneeuw. Ja, daar ga ik heen. Daar gaan we heen. Dan hebben we een keer een normale plek gevonden. We kunnen in ieder geval hout hakken hier. Dat vind ik al top. Oké, we zijn goed op weg, jongens. We zijn de eerste met tools, want ik zag mezelf als eerste in de chat ermee. De achievements heb. Dus we zijn goed op weg. Dit wordt mijn land. Er zijn wel veel skeletons hier. Nee. Ik ga dood. Nee. Waarom is het zo moeilijk? Waarom zijn er zoveel? Moet je zien.
Hoe wil ik dit ooit overleven? Oh mijn god. Nee, ik heb ook geen eten meer. Oh nee, ik kan niet meer rennen. Nee. 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 Eén doortje. Nee. 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 Nu zijn we weer hier. Gaan ze ook gelijk lachen. Verdomme. Er is ook echt niemand meer op dit eiland. Iedereen is hier weg. Iedereen is naar huis. Ik had mijn loot. Ik was zover. Ik heb eten nodig. En ik ben niet echt in de biome waar heel veel eten te vinden is. Dat is een beetje het probleem. Kijk, daar hebben we veel meer aan. Iedereen krijgt op het moment ook achievements. Ze zijn allemaal goed bezig. Wat is dat? Daar heb je normaal. Oh, top. Dan kan ik daarheen gaan voor eten en zo. En dan kan ik hier ergens gaan settelen bij deze berg. Of juist, Ik zit even te denken hoor. Ik weet in ieder geval dat daar normaal is. Dan ga ik gelijk even heen om eten te regelen voor mezelf. Oké, weet even rauwe kip. Ik weet dat het niet goed is voor je in Minecraft. Maar ik heb even niks anders. Dan kan ik even doorrennen. Oh, koeien. Ja, die had ik echt even nodig. En een varken. Oké, dan eten we het even rauwe. Eten we het gewoon op. Vind ik prima voor nu. Kom op, schapen. Schapen is alles wat ik even nodig heb. Dat ik even een bed kan maken. Ik heb geen zin om hier nog een keer helemaal naartoe te treffelen. Oh, mensen zijn al aan het slapen. Ja, mensen gaan het al overslaan. Dat zou top zijn. Kom op. In welk bed? Welk bed? Oh, of ik ga in de berg wonen. Zo, het is ook wel echt een unit van een berg. Dat is wel echt heel leuk. Ik heb gewoon schapen nodig. Ja, schapen. En veel ook. Ja, die gaan we gelijk allemaal pakken. Oh, schaap, we zijn maar redders in nood. We kunnen een bed maken. We kunnen een bed maken. Dat ga ik nu doen. Ik ga nu een bed maken. Ik wil nu mijn spawnpoint zetten. Ja. Oh, we hebben een spawnpoint in ieder geval. Spawnpoint zetten. Dus als we dood gaan, spawnen we nu hier. En hoeven niet het hele rot eind opnieuw te lopen. Dat scheelt. En het is dag. Oh, we hebben de nacht overgeslagen. Wat top, jongens. Of een huisje daarboven op de berg. Oh mijn god, kijk wat voor berg dit is. Dit is echt heel cool. Ik heb zoveel ideeën telkens, maar ik moet echt eentje uitwerken nog. Zo, dit is wel echt een mega coole berg die ik hier heb gevonden. Weet je wat jongens, we verhuizen de boel. We gaan bij de berg wonen. We gaan bij de berg wonen. En met bed mee is mijn respawn point is waarschijnlijk ook weg. Maar dan plaats ik snel daar mijn bed en dan gaan we even opnieuw slapen. En ik heb een leuk idee. We gaan gewoon heel veel moeite doen. Heel veel onnodige moeite. Maar voor een veel te leuk iets. Kijk hoe groot deze berg is. Hier moet je toch gewoon willen wonen. Hier wil je toch gewoon wonen. Het enige kut is dat het wel in een wolk zit. Je komt net boven de wolken uit. Dat is wel heel kut. Ja, dit hier tussen de bergen. Ik ga in plaats van op de berg ga ik er tussen wonen. Want je hebt hier een perfect plekje. Waar je er gewoon zo heel mooi tussen kan wonen, weet je. Nee, dat vind ik leuk. Dat gaan we gewoon ook doen. Zetten we hier het bed. Gaan we zo'n grote muur creëren van de ene kant van de berg naar de andere kant. En daar ook. En hebben we hier onze eigen vallei tussen de bergen in. We zijn gezetteld, jongens. En nu is het tijd om echt de rest te gaan doen. Dus hout hakken. En dan... gaan minen en dan letterlijk alles te regelen. Chillers, hier is gewoon een cave waar ik echt snel alles kan doen. Dit verlichten. Wow! Nee. Nee. Nee, er is een heel gat gemaakt. Oké, nu kunnen we het even verlichten allemaal hier snel. Ah, nee. Ah, nee. Oeh, mijn god, het is helemaal kut. Kijk, hier is gewoon kool. Wat doe ik moeilijk? Het is letterlijk gewoon hier kool. Ga ik helemaal charcoal maken als een of andere idioot? Oké, we hebben inmiddels al wat eten. Daar zijn we helemaal in gezetteld. Ik moet nu... ik ga al dat kool even wat ik om me heen zie. Ga ik helemaal hakken. Dan zit ik gewoon echt goed gestekt met kool. En dan voor de rest... oh, zelfs koper hier. Dan kunnen we even gaan minen zometeen. Maar ik denk dat ik meer begin gelijk met even een muurtje hier bouwen. Althans, het beginsel van een muurtje. Dat ik het even gewoon af kan baken. En van, hey, dit is mijn territorium. Hier woon ik en niemand anders. Het wordt alweer bijna nacht. Hey, Greenie is gejoined. Laten we heel even de hele buurt hier gelijk verlichten. Zodat we zo min mogelijk mobs gespawnd krijgen. Gewoon de hele buurt een beetje oplichten. De hele buurt oplichten. Kijk, hier komt dus de grote muur zo. Komt zo'n muur daarheen. Dat mensen er niet doorheen kunnen. Oh nee, ze zijn al gespawnd. Oh mijn god, het is een druk met beesten. Die is dood. Hier, val jij die dinges maar aan. Die skeleton. Gaan jullie maar met elkaar vechten. Kill ik de creeper. Kijk, ze willen elkaar alleen maar dood hebben. Moet je zien. Dit is top. Nou, en dan kill ik jou. Laten we beginnen met een muur bouwen. Want als ik namelijk alles hier mooi belicht en zo. En de muur uiteindelijk dicht staat, kunnen er ook geen monsters meer binnenkomen. Dan hier de poort. Nou, dan hebben we ongeveer de breedte en zo hebben we gekozen. Dan moeten we nog een dikte. Dit is de binnenkant. Dan moeten we ook nog de buitenkant hebben. Hij wordt drie dikke muur. Ja, dit klopt. Kijk, dan krijgen we een ingangetje, jongens. Dit wordt de poort waar je dus dan doorheen loopt op een gegeven moment zo. En dan kom je in de boze buitenwereld met allemaal monsters en zo waar niemand zin in heeft. En dan hier heb je onze veilige wereld. Hè? Daar doen we het voor. Hey! Rick, welkom! Rick! Oh, het is gewoon dood. Welkom! Help, help, welkom in het paradijs! Kom! Hey, welkom in het paradijs! Dit is Ronald. In een walnoot. Nee, dit is Ronald. Hey. Ronald is mijn avondeten. Nee. Dit is Kevin. Ah, Kevin is al... Kevin is niet avondeten. Oké, dit is Ronald overigens die ik nu opeet. Welkom. Ik leid je even rond. Dit is de stadsmuur die in werking is. Hoe heet het hier? Kingdom Walnoot. Niet Kingdom Walnoot.
Kom, kom, welkom. Ja, ik heb geen bed. Nee, welkom. Bed? Ja, ik heb een bed hier. Ik heb een bed hier. Oh. Dit is het volgende deel van onze tour. Kijk, dit is mijn bed. Ik slaap in mijn bed. Heb je ook een bed voor mij? Nee. Ja, ik pak wel het wol van je. Ja, pak maar. Maar je hebt wel, er zijn wat kosten die afhankelijk zijn van... Ik ga er even door. Het was een hele fijne dag. Nee, hij blijft bij mij. Je bent gegijzeld. Slash me plat bed. Slash me pakt vast. Ja, ja. Ja, en heb je ook een spanpoint gezet. Welkom. Okay. Oh, span ik hier nu ook? Ja, nu span je hier ook. Ga jij maar hier. Kijk, dit heb ik voor jou gemaakt. Dit heb je speciaal voor mij. Ja, kijk, zie je dit perfecte blokje? Dan kan jij precies in het midden hier een deur bouwen en zo. En dan kan je, weet ik wat je wilt. Ja, wat goed. Dit is voor jou. Helemaal slim bij jullie. Vriendenworst speelt heen, Matjoen. Heb jij nog meer iron? Of? Nee, ik heb er letterlijk alles gebruikt. Die is voor mij. Ja! Die is voor mij! Hier, sorry, ik krijg hem al terug. Oké, dan ga jij... We gaan teamen. Jij gaat minen. Ik ga hout hakken. Ja, ja. En dan bouw ik wel de muren en zo af daar ook. Weet je hoe we dit noemen hier? Deze plek? Toeter. Hoe? Toeter. Toeter? Toeter. Dit is Kingdom Toeter. Kingdom Toeter, jongens. Nee, het is geen Kingdom. Het is geen Kingdom server. Maar we noemen onze plek hier gewoon Toeter. Dus onze stad heet Toeter. Rick? Oh, je bent hier. Doei. Zeg maar niks, hè? Hey, Robin heeft al diamonds gevonden. En Rick die heeft een zombie spawner gevonden. Oei. Jongens, kennen jullie verder ook Hermitcraft? Zelf ben ik namelijk altijd een groot fan daarvan geweest. Ik vind het altijd leuk om te zien. En het leek mij leuk om eigenlijk ook eens van deze server zoiets te maken. Ik wil dan het niet helemaal stelen, maar ik kan beter zeggen dat ik het een beetje wil inspireren vanuit Hermitcraft. Dus bewijs van dat ik zometeen een winkel kan maken op een plek. En dat mensen daar ook winkels kunnen maken. Zo, hoe leuk zou dat zijn? Hoe leuk zou dat zijn om een soort Nederlandse variant te hebben van dat? Zouden we wel heel op tijd moeten zijn. Wat voor winkel? Laat weten in de chat wat voor winkel ik zou moeten maken voor de andere spelers om dingen te kopen. Wat voor winkel zou ik moeten maken? Ik denk, ik krijg ineens sneeuwbal op mijn dak. Greeny! Ik sta hier gewoon. Ik ben een beetje mijn ding aan het doen. En ik denk, wat gebeurt er nou? En dan sta jij met sneeuwballen. Ik hoopte dat ze pijn deden. Dat schrok je. Nee, nee. Maar welkom. Hier. Oeh. Rick? Hey. Hey, Rick. Ja, Rick is hier ook overigens. Hey, hallo. Hey. Je gaat je bed slopen. Pas op. Nee. Welkom. Ja, ik had Rick opgesloten hier. Eigenlijk moeten we ook iets van een soort railway zijn. Ooit, als we echt... Ja! Naar iedereen toe, weet je? Gewoon een treinstation naar iedereen toe. Ja, ja, ja. Uiteindelijk wil ik jou ook uit mijn stad kicken en zo. Dus dat komt ook vanzelf helemaal goed. Oké, maar ik ben blij dat ik hier voor nu in ieder geval... Ja, kijk, hier mag jij je berghuis maken. Ja, maken. Ja dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Oké, jongens. Orde van de dag. Rini, welkom in Toeter. Rick, hoe is het? Jij hebt iron. Ga furnace maken en smelten. En ja, geef ons tools. Rini. Food. Regel het eten. Ga de keuken in. Zullen we even een keuken bouwen? Ja, je moet even een keuken bouwen voor jezelf. Waar je dan wat sandwiches voor ons zeker maken. Ja, ik heb hier al brood voor je. En dan moeten we binnenkort met Friesland overleggen. Kingdom Friesland. Nee, niet Kingdom Friesland. Wij zijn ook niet Kingdom Toeter. Wij zijn gewoon Land Toeter. Land Friesland. Land Friesland. Land Friesland. En zo wordt het Land Toeter al één groot land, jongens. We hebben al twee burgers. Rini, René, mijn vriendin. En Rick. Ik weet niet wat Rick hier doet. Eigenlijk wil ik Rick hier helemaal niet. Nee, grapje, Rick. Vrouwen, Rini, wat doe je hier? Is de muur het einde van de grens of zo? Ja, en daar uiteindelijk aan de andere kant wordt er ook één gedaan. Eigenlijk alles in deze vallei is van ons. Zo komt een muur al tot stand. Ik weet ook niet waarom ik een muur bouw. Het is gewoon letterlijk voor de leuk. Een muur is echt nergens voor nodig. Het is niet alsof we oorlog gaan voeren. Het gaat juist een hele leuke surf zijn. We gaan nooit oorlog voeren en onzin. We gaan gewoon juist de leuke dingen doen samen. Een hele community bouwen hier. Oh. Kijk mijn ogen, dat komt door jou. Ik ben hier al te lang met jou. Hey, dit is René de keuken. Ik vind het leuk dat je me kan horen. Ik hoor het echt heel zacht naar me toe komen. Ja, dat is leuk, hè? Hey, what's up? Ah, Wim is er! Oh, je hebt een bloemetje. Die is voor mij. Ik heb hem op mijn hoofd. Maar ik werd geschoten. Je tirannie is voorbij. Hier is dirt. Friesland is hier. Serieus? Ja, maar ze zitten onder de grond. Zo, mollen zijn het. Ja, ik hoorde ze lachen. Ik hoorde Lorenzo niezen. Ik hoor ze hier links houden. What the fuck? Ik schrok me echt kapot. Hey Wim. Hoi. Welkom in Toeter. Maar dit is Toeter. Rick woont hier tijdelijk. Ik ga hem hier over een paar dagen wegsturen, maar dat weet hij nog niet. Ja, ja, jullie liepen niet in mij, hè? Hoezo? Jullie hebben wel iets. Nee, we hebben helemaal echt letterlijk wat vlees. Wat hebben jullie gedaan dan, al die tijd? Nou, zoeken naar...
Ontbeurd huisjes gebouwd. En jullie hebben... Hij is echt over één klap is gekocht. Kijk maar. Jullie mogen wel even overnachten in Toeter. Ik heb spullen voor jullie, bro. Ja, maar we hebben al een iron zwaard. Jullie hebben niks. Als ik jou nu doodmaak, wat krijg ik dan? Oh, je gaat mij niet doodmaken. Nee, dat klopt. We hebben namelijk gewoon armen bij ons. Ik voor de lever ik oprecht wel bang. We hebben ons ergens onze beestje in de buurt gebouwd. Daarmee? Ja. Wat goed. Er zijn al tunnels. De aanbouw van de tunnels zijn al bezig. Nee! Loop even mee, koning. Nee, stop met koning. Wij zijn gevaarlijker dan je denkt. Misschien ook suikerriet. Ik heb dat wel. Ik heb het al. Heb je ook al suikerriet? Ja, ik had het bij me. Ik helemaal daar! Wat zijn jullie hier aan het maken? Een muur om Friesland buiten te houden. Dat snap ik. Oké. Als je dit verdrag ondertekent, verklaar je vrede tot en met 5 augustus. De vrede geldt voor iedereen die dit verdrag ondertekent. Als een van de koninkrijken wordt aangevallen, zullen de bondgenoten elkaar helpen. Ondertekend door Toeter. Je tekent voor heel Toeter. Ik teken voor heel Toeter. Hoe noem je je kingdom Toeter? Want het is geen, het is ten eerste je, geen kingdom. Mag ik het verdrag nog lezen voordat je hem geeft? Ja, natuurlijk. Geef het terug. Nee. Geef het terug. Nee. We zullen je doden en je weet het. Ah! Help! Walnut, geef het verdrag terug. Rick! Ik verdomme, ik het enige wat we nodig hebben is het verdrag. Hij heeft het verdrag gestolen. Ah! Nee, terug, neer, wat? Plaats. Wat is er? Ons, nee, niet in deze vallei. Ik heb nog één cadeautje voor je wel. Deze hadden we nog niet. Ik heb ook een cadeautje voor jullie. Nee, die wil ik niet. Hebben jullie wat eten voor me? Kijk wat ik heb gestolen. Tot later, Friesland. Gegroet. Gegroet. En zoals we altijd zeggen, Hotmon. Gegroet, like en wallo. Doei jongens, kou van jullie. Losers en René. Losers en René. Wat een professioneel kingdom. Hey. Nou, dat horen ze kut.